mensen, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video. We zijn weer back en dit is de allereerste video. Eigenlijk echt de eerste video met mijn bike. Ik denk ik ga gewoon even een korte bike check doen. Er is niet zoveel aangepast aan deze bike. Maar ik ga gewoon even een bike check doen. Ah, gewoon een wesp tegen mijn hoofd. Zeg je dat? Lekker voor je camera. Ah. Ik heb net zo'n ding omhoog gehad. Oké, let's go. I'm gonna let you see the bike, you know? Dit is dus mijn bike en ik ga even vertellen wat eraan is veranderd. Deze sticker is geremoved, om te zeggen weggehaald. En hier ook. Hier is dan nu in plaats van beast mode met volgens mij groen geel eromheen, is het in het goud met money ripper. Maar binnenkort ga ik dit in beast mode bestellen, maar dan wel gewoon weer in deze kleur. Wat er voor de rest is aan veranderd zijn deze SLX hydraulische remmen. Volgens mij MT7 of I don't know. 80. Ja, het zal best. Het zal best. En ik heb deze. MT7 is van 150 of zo. Oké, maar. En ik heb deze kleine aanpassing grip tape gezet. En ik weet niet of dit echt een aanpassing is, maar dit is kettingspanners. Dus die schroef zit een beetje los. En voor de rest zijn dit gewoon standaard 160 mm schijven. En voor de rest was dat hem eigenlijk. Oh ja, en er is mij iets opgevallen wat ik niet heb gezegd, wat ik heb aangepast. En dat zijn zwarte spookkins. Want dat heb ik natuurlijk ook aan mijn fiets zoveel aangepast. Maar ik was helemaal vergeten om het te zeggen. Dus ik heb ook zwarte spookkins. Weet. Ik ben nog iets vergeten om te zeggen. Ik heb ook een remgripje natuurlijk. Maar ik heb die laatst eraf gehaald, want ik vind het niet zo heel chill remmen. Top, hè? Nee. Ik vind het eerlijk, ik zeg eerlijk, een rem... Een remgrip ding. Het geeft wel meer grip. Maar het is niet chill mee te remmen. Dus mensen kopen het niet of iets. Want het is niet heel chill, vind ik zelf. En dit zit Janold vibes. Maar op zich wil ik al... En laat gewoon eigenlijk weten in de comments. Ja, maar die perros zijn ook stok. Laat weten in de comments wat ik allemaal moet veranderen. Of wat jullie leuk zouden vinden of mooi vinden. Om te veranderen. Hij wil ook zo'n bike showen. Allee, let's go. Oké, eigenlijk moet je wel bij je bike staan, hè? Het is een geleende seat van een huurfiets. Ja. Die je kan lenen, dus van een fiets die zomaar op straat lag. Die ik gewoon rustig netjes heb geleend. Ja, heel lief. Dus bandjes, mooie bandjes. Wat voor banden? Oh ja, dat zit ook eigenlijk in mijn video. Dus eigenlijk, maar eigenlijk het linkje in de link. En je praat zo door mijn video, man. Welke banden heb je? Supermoto X, Mobi Supermoto X. Hoeveel inch? 25,5. Hoe breed? 2,4, maar ik heb geen 2,4 binnenband. Ik heb een 2,0 binnenband. Hij heeft een 2,0 binnenband, dus. Maar hij gaat, de andere bike halen, waarschijnlijk. Dus. Ja. Hij had eerst spokes. Oh ja, dit heeft hij ook van mij gekregen: grip tape. Alleen ik heb het als een mogel erop gezet. Ja. Dus hij wou het niet voor me doen. Mijn bike is de beste. Bomme! mijn, ja, dat was. Dis, man. Mensen, ik wil praten. Hij praat de hele tijd door me heen. Ja, scheld maar nog meer. Oké. What the fuck? Maar wat gebeurde er? Ik kan met mijn mond toen ik zat te praten. Oké, dit was onze bike check. En we gaan nu gewoon een beetje lekker biken. Ja. Soon. Ja, no. Weet je het echt niet wat ik altijd zeg? Ja, no de. Ja, no de. 5, you know. Yeah, my man. Oh ja, hij heeft ook een tas, hè? Chest ring, ja, nodig. Ja, nodig. Vibes. In it! Maar ik heb niet gefilmd dat ik het heb gegeten. Dus kan je me lekker van mijn resten genieten. Oh, ik heb wel nog limonade. Sheesh.
plus, be there volgende week dinsdag om 6 uur. Ik heb zo'n harde video voor jullie klaarstaan. Dus ga dat gewoon checken, mensen. Ik ben damn happy om dat te doen. Jullie weten echt niet. Ik ben zo happy om die video online te gooien. Jullie moeten weten hoe blij, hoe lekker het voelt als je hebt geëdit en alles online. Maar nu heb ik honger en ik ga het zo meteen eten. Maar ik ga eerst de video afsluiten. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Dus like en deel deze video met al jouw vrienden en familie. En zoals altijd, later.